Normaal gesproken doe ik eigenlijk altijd minigames met clubgenoten. Of in ieder geval met andere mensen. Maar dat is vandaag iets wat ik niet ga doen. Ik ga namelijk een minigame doen met bots. Ik kwam deze keertje tegen. Volgens mij was het op TikTok of zo. In ieder geval, dan kom je wel eens Brawlstar video's tegen. En ik kwam deze minigame tegen. Ik dacht, Thomas, dit is een leuk idee. Dus dat ga ik doen. Het idee is vrij simpel. Ik moet eronder spawnen. Dan jump ik omhoog. En dan moet je met Carl proberen de bots die daar in het midden rondlopen te killen, door heen en weer te jumpen. Hoe het werkt is eigenlijk vrij simpel. Ik zou de map even gaan aanpassen. Dan kan ik het even aan jullie gaan uitleggen. En dan kan ik ook even aan jullie vertellen waarom ik zoveel kistjes hier heb staan. Maar je jumpt van de ene kant naar de andere kant. Je moet, voordat je gaat jumpen, je projectiel schieten van Carl. En dan gaat die projectiel door de muren heen. En als je ze vaak genoeg hit, kan je ze daadwerkelijk ook uiteindelijk killen. Het is eigenlijk een soort van fout in het spel. Maar op die manier kan je er wel een leuke mini-game mee doen. En dat is wat we gaan doen. En ik heb hieronder ook kistjes. We beginnen met 16 kistjes, dan doen we een potje daarna 8 kistjes, dan 4 en dan 0. En dus het wordt steeds moeilijker om die knokkers in het midden te killen. En die knokkers in het midden zijn natuurlijk bots. Dus die bewegen gewoon een beetje waar de computer zegt dat ze heen moeten lopen. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. En als jullie er zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 5000 likes is te veel, 1000 likes of 2 likes, het zou allemaal mooi zijn. En abonneer natuurlijk, blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je iets kopen in Brawl Stars of Clash Royale of een Supercell game, gebruik de code BOUS. Wordt gewaardeerd als je dat doet. Ja, laten we maar beginnen. Het idee is dus vrij simpel. Eén nadeeltje wel aan deze minigame. Dat je af en toe opnieuw moet starten. Want ik moet dus onderspawnen. Nou is het toevallig dat ik dat meteen doe. En in het midden moet zitten ook geen throwers. Dat moet je ook niet hebben. Want als een van die bots bijvoorbeeld Barley is, dan kan hij die andere bot killen. En dan is de moeilijkheidsgraad van de minigame ook meteen weg. En dat willen we natuurlijk ook niet. Oké, top. Ik heb alle krachtpunten. Dan kunnen we nu naar boven gaan jumpen. Ik vind het wel echt een leuke minigame. Kijk, die bots zelf kunnen dus niks. En we kunnen hier dus heel makkelijk hits doen. Daar komt het op neer. Ja, en dan... Oh, dit was niet de meest tactische manier. En dan moet je dus proberen die bots daar te killen. Ja, dat moeten we dus proberen. Ja, dit was weer een hit. En dan ga ik hem nu al pakken, denk ik, die Poco. Oh, ik lek een beetje. Waarom lek ik? Nee! Ik had die Poco bijna te pakken en dan heeft hij nu alweer veel levens. We kunnen ook heen en weer jumpen. Maar het nadeel is dat die bots natuurlijk ook verplaatsen. En dat is een beetje shit. Oké, dat was weer even een hit. Even hierheen jumpen. Dus je moet eigenlijk een beetje goed opletten waar die bots heen lopen. En daar moet je dan schieten. Oké, en je hebt ook je gadget. Maar ik wil eigenlijk deze bots even killen zonder gadget te gebruiken. We hebben nu alleen die Poco. Die Poco die zit nu hier in dit hoekje. Ah, dan moet ik wel die jump naar boven hebben. Ja, dan ga ik hem denk ik nu wel pakken. Ja, nice. Oké, top. Eerste is gelukt. Maar je kan je gadget ook inzetten. En tijdens je jump komt je gadget, die spoor, komt dan op de grond. En daar lopen ze dan overheen. En dan krijgen ze ook nog damage tegen. Maar dit was natuurlijk easy. Niveau easy. We gaan door naar niveau normaal. Dit wordt normaal niveau. Dan doen we eventjes aanpassen. En dan haal ik eventjes 8 dozen weg. Dus dan hebben we al de helft minder. En daarna doen we met 4 en daarna met 0. Dan ga ik kijken of het elke keer gaat lukken. Het is trouwens misschien ook wel leuk om de indeling hier in het midden dan ook de hele tijd een beetje te veranderen. Dat die bots andere ruimtes hebben waarin ze kunnen lopen. Oké, geen idee of dit gaat werken. Maar ik heb even wat teleports toegevoegd voor de bots. Dus dan kunnen de bots teleporten als ze dat willen. Oké, let's go! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oké, nee, kijk, dit heb je dus af en toe. Dan moet je even op opnieuw spelen drukken. Gelukkig is de kans 1 op 3 dat je onder. Dus zo heel vaak moet je niet opnieuw drukken. En dat viel nu ook wel mee. Oké, top. Dan gaan we even de kistjes hier openen. Ik heb hier trouwens ook muurtjes neergezet. Zodat je met Carl lekker snel die kistjes kan openen. Dan hoef je niet de hele tijd te wachten totdat dat hele projectiel weer terug is. Ah, shit. Er is een sprout. Er is een sprout. Oké, dat had ik eigenlijk niet eens door. En die teleport maakt het eigenlijk wel irritanter. Maar we gaan even die sprout killen. Ja. Dit is een beetje stom. Oké, we doen het even opnieuw. Want ja, je moet in het midden dus ook een knokker hebben die geen thrower is. Ja, we hebben nu een Frank en een Jesse. No way. Oké, Frank die gaat wel ingewikkeld worden. Want Frank heeft natuurlijk bizar veel levens. Dan heb ik wel mazzel dat ik nog steeds 8 krachtpunten heb. Maar alsnog is het vervelend. Ik ga nu denk ik wel zo meteen een gamer gadget gebruiken. Even hier een hit. En helaas niks geraakt. Jump. En dat was weer geen hit. Ik denk dat ik hier eventjes een hit doe. Oh, ik zie trouwens dat één jump pad verkeerd zit. Oké, we hebben daar weer een hit gedaan. Ik doe nu wel even mijn gadget. Kijk, 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 kijk. Nu staan ze in de fik. Die Jesse die ga ik nu sowieso pakken. Maar ik moet nu eigenlijk even die Frank de hele tijd hits doen. Die Frank die moet ik nu eigenlijk zien te killen. Ja, dat was weer een hit.
En die Jesse die leeft gewoon nog. Ga ik die Jesse nu killen? Oké, dat was weer een hit. Ik zal mijn gadget aanzetten. En dan hoop ik dat die Frank eroverheen gaat lopen. En... ach, weer geen hit op die Frank. Kom op, Frank. Loop over mijn hits heen. Ik doe wel damage met mijn gadget. Ja! Oh, nice. Ik heb het gehad. Als mijn laatste gadget op is, dan ben je echt de lul. Dus eigenlijk, die gadget zorgt ervoor dat ze een tijdje geen HP erbij krijgen. Maar als alle drie de gadgets op zijn, dan kan je echt de lul zijn. Maar we doen even weer een aanpassing. Want we hebben het nu gehad met 8 kisten. Dus dat was niveau moeilijk. Oh nee, dat was normaal. Nu doen we niveau moeilijk. En daarna komt hard. En dan hebben we helemaal geen kisten. Ik moest trouwens 1 jump pad nog eventjes verstellen. Deze moet zo. Ja, nu klopt het allemaal. En dan zal ik in het midden wel weer even een aanpassing gaan doen. Oké, we doen het zo. Dit maakt het iets moeilijker. Want 1 knokker die kan nu helemaal lopen naar links, naar rechts. En die kan echt alle kanten op. En de andere knokker zit wel in een kleine ruimte. Maar doordat die ene knokker heel veel loopruimte heeft, wordt het moeilijker om die linksonder te killen. Dus we gaan het zien. We gaan kijken of het gaat lukken met de 4 krachtpunten. Let's go! En hard gaat helemaal moeilijk worden. Dat kan niet anders. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel weer even op de goede plek spawnen. Ja, Tara, Poco in het midden. Dus geen trouwens. Dan kunnen we nu gewoon gaan spelen. Ik ben blij dat er ook geen Frank zit. Het zou trouwens wat zijn als we zo meteen met 0 krachtpunten dan een Frank tegen ons hebben. Dan zijn we echt de lul. Oké, hier gaan we. Kijk, die Poco die kunnen we wel redelijk makkelijk hebben, want die heeft niet zo veel bewegingsruimte. Dan moet ik het wel even goed doen. En dan zal ik hier weer even een hit doen. Ja, je moet het wel goed doen, want die gaat ook weg. Dus je moet niet te vroeg schieten. Kijk, nu was hij helemaal terug. Maar als je te vroeg schiet, ah shit, daar miste ik weer eentje. Dan heb je ook kans dat je mist. En nu weer even een hit. Ja, deze was raak. En die Poco die wil ik eerst hebben zonder gadget. Daarna ga ik voor die Tara. Nee, Poco, die ging bewegen. Of ik ga eventjes hier staan. Dat is misschien een betere optie. Ja, dit is een betere optie. En daarna gaan we die Tara pakken. Ah, shit. Ik schiet te vroeg. Oké, dat waren 2 hits. Dus dat was nice. Ja, dat was weer een hit op die Poco. Ja. Maar kijk, die Poco kan niet zoveel bewegen. Dus die is sowieso de lul. En of ga ik die Tara nu al pakken? Nee, ah, shit. Die Poco, die was bijna dood. Oké, nu nog 1 hit. Nee. Dan nog steeds. Nog 1 hit. Ik doe even iets opzij. En... oh, no. Nu dan. Oh, shit, man. Die Poco. Het is echt moeilijker dan dat je denkt. Oké, ik heb hem. Dan gaan we nu even tactisch voor die Tara. Dan ga ik even hierheen. Oké, dat was helaas geen hit. En dat was wel een hit. Let's go. Oké, ik ga mijn super aanzetten. Ja, dat heeft helemaal geen hit. Ik zet mijn gadget even aan. En... ja, nice. Dan gaat Tara nu denk ik wel dood. Oké, dat is wel jammer dat ik daar dan niet goed een hit doe. Ja. Oh, dit was ook niet al te best. Nee, die Tara heeft nu al bijna weer zijn leven bij. We gaan eens een keer opzij doen. Dat werkt ook best wel goed eigenlijk. Ja, want daar kan je ook nog iets meer richten waar je die... ja, waar je het shot heen wil hebben. Oké, dan moet ik het wel goed doen. Oké, ik doe nu even mijn gadget. En dan ga ik het even afmaken. Want ik moet natuurlijk wel even zorgen dat ik die Tara ga pakken. En dat was helaas geen hit. Nu moet ik die Tara hitten en ik zet nog een keer mijn gadget aan. Want als ik eerder dood ga dan het gif mij raakt... Oké, ik heb gewonnen. Maar als het gif mij dood maakt, dan heb ik verloren. En dat ze botst dan nog leven in het midden. Dus dat is ook nog de uitdaging. Maar nu was het hard, dat hebben we gehad. Nu wordt het extreme. Met 0 kisten. Dus we doen even aanpassing. En dan doen we met 0 kisten. Ja, dan gaan we dat doen. Oh, dit gaat wel moeilijk worden, denk ik. Ik zag hier, had ik iets fijn. In het midden ga ik trouwens nog even een kleine aanpassing doen. Oké, we doen het super extreme. Ik doe nu 4 knokkers in het midden. Die ik dus alle 4 moet proberen te killen. Zonder dat de kisten open. Dat wordt lastig. Dit wordt echt lastig. Oké, maar we gaan het proberen. Dus dan moeten we even zo met 5 knokkers spelen. Dus de kans is nu 1 op 5 dat ik goed spawn. Dus ik moet gewoon even een paar keer opnieuw proberen. Maar dus 4 bots die we nu moeten proberen te killen. Ik denk dat dit wel geniaal gaat worden. Ja! Ik heb het echt 100 keer geprobeerd. Trouwens, was er geen throw boven? Als er geen throw boven is, dan kunnen we nu echt gaan spelen. Nee, die was er niet. Oké, nice. Dan gaan we nu voor het echt niet spelen. Nu moeten we heel geconcentreerd spelen. Even snel zorgen dat we kills gaan maken. Ik ga ook meteen mijn gadget aanzetten, want ik moet even snel de kills maken. En ik heb alleen Sandy geraakt, helaas. En die Bull die heeft veel meer levens. Oh ja, die Bull heb ik nu ook geraakt. Sandy gaat nu misschien dood als ik Sandy nu ga raken. Gebeurt helaas niet, maar het kan nog steeds. En Sandy gaat nu bijna dood. Ja, nice. Oké, dat is in ieder geval eentje. We moeten natuurlijk nog meer kills maken, dus ik ga even hierheen. En mijn gadget die bewaar ik even. Het voordeel is wel dat ze een kleine ruimte hebben, waardoor het iets makkelijker is.
Maar, ja, oké, okay, dit waren ze beide weer. En dan moet ik even hier weer een hit doen. Ja, kijk, 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 ik moet last minute schieten. Maar ze krijgen te snel levens erbij. Dus ik ga toch eventjes hier op het brede vlak staan. Want dan kan ik net iets sneller achter elkaar schieten. Waardoor ze geen levens erbij krijgen. Alleen moet ik ze dan wel raken, natuurlijk. Anders gaat het wel lastig worden. Oké, okay, die rust die hebben we bijna. Ja, nog één hit. En dan heb ik die roughs. Ja, oké, okay, top. En dan ga ik nu ook meteen voor die M's weer. Ja, dat is wel het voordeel dat ze zo'n kleine ruimte hebben. Eigenlijk is het dan helemaal niet zo heel extreem. Hoe groter de ruimte, hoe meer ze kunnen lopen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Oké, okay, we doen zo meteen nog één laatste potje. En dan doen we zeg maar met de knokker. Die één knokker in het midden die alle ruimte heeft. Eens kijken wat er dan terecht van gaat komen. Ik ga nu even die M's killen en dan gaan we richting die bol. Ja, dan zal ik even mijn gadget erbij gaan aanzetten. En ja, top. En dan denk ik dat... Ja, die boel die ga ik nu makkelijk pakken. Dit is gewoon een kwestie van heen en weer jump. Oké, okay, het viel mee hoe moeilijk dit is op deze manier. Ja, je moet het gewoon een beetje zo tactisch doen. Maar we doen zo meteen één iemand in het midden. Oh, moet natuurlijk wel hits doen. Ik zal mijn gadget weer even aanzetten. En oh! Oh, die boel die kan natuurlijk de super krijgen. Oh lol, dat is natuurlijk wel een nadeel. Oké, okay, maar ik heb hem nu te pakken op een andere manier. Maar we doen even één knokker in het midden. En die heeft dan alle ruimte. Dus dan doen we dat eventjes. Ja, dan hoef ik gelukkig ook niet zo lang te wachten als net. Dat scheelt. Oké, okay, er zit een Colt in het midden. Dus dat scheelt wel, want die heeft niet extreem veel levens. Maar die heeft dus nu enorm veel loopruimte. Dus die wordt wel wat lastiger om te killen. Dus dan moet ik ook wat beter mijn best doen om zeg maar goed te raken. Oké, okay, dit was de goeie. We doen even zo schuin. Die gaat helaas naast. Ja, dit is echt tactisch gooien, jongen. Dit is echt tactisch gooien. Oké, okay, die even. Nee, weer niet. Ja, ik denk dat dit lastiger is dan hoe ik het net deed. Ja, dat was weer een hit. Dat was weer een hit. En doen we even hier nog een hit. Ik zal mijn gadget aanzetten. En... Ah, loopt... Ja, 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 hij loopt over mijn gadget. Dat is mooi. Het scheelt dat de Colt niet extreem veel levens heeft. Maar ik moet hem nog een keertje raken. Ik doe even hierboven langs. En ja, oké, okay, ik heb hem te pakken. Die gadget maakt het wel heel veel makkelijker om eerlijk te zijn. Oké, okay, dit was misschien niet de allermoeilijkste manier. Ik vond het wel heel leuk om op deze manier een keer een minigame te doen. Gewoon tegen bots. Je moet zelf een beetje tactisch spelen. Je kan het ook zo moeilijk maken als je het zelf wilt natuurlijk. Want je kan allemaal dingen toevoegen waardoor zo'n bot meer kan bewegen. En je kan heel veel kanten op deze manier. Nee, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie hebben genoten, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!